Goeiedag, ik ben Anja Liebens. Ik ben 4 jaar te werk gesteld als opvoedster in VZW Het Roer. Goedemorgen dames, opstaan. Wij staan in voor de huishoudelijke taken. Wij gaan mee op doktersbezoek, wij gaan mee winkelen. Dus wij bieden ook ontspanningsactiviteiten. Wij gaan ook geregeld op uitstap. Wij begeleiden de gasten daar waar nodig is. Dus we hebben oog voor de individuele behoeften. Dus voor iedere persoon anders. Ik ben Sophie Louis en ik werk al 5 jaar als opvoedster in het Hummelhuis. De kleintjes vooral verzorging, spel, animatie, uitstappen doen. Gelijk het thuissituatie en dat proberen we zo goed mogelijk te onderhouden. Ja. Ook naar winkels en zo gaan, naar de markt. Dat is niet altijd mogelijk omdat je verschillende leeftijden hebt, maar we proberen dat wel te doen. Goed zo. Opvoedster in omgevingen gelijk hier, dag en nacht, permanentie, weekenden, feestdagen, kerstmis, nieuwjaar. We proberen daar zo eerlijk mogelijk mee om te gaan met beurtrollen. Dus op die manier is dat misschien wel een zwaar beroep. Dus het zijn geen kantooruren, maar daar kiest ik ook voor. Elsa, moet ik druppeltjes in je ogen doen? Ja? Waar ik het persoonlijk moeilijk mee heb, is als een van de bewoners nogal agressief wordt. Dan... Als je daar nog geen ervaring mee hebt gehad, dan valt je dat in het begin persoonlijk op, wat helemaal zo niet bedoeld is. En je moet daarmee leren omgaan. En dat is een leerproces eigenlijk. Het moeilijkste is dikwijls als een kindje lang is hier geweest en dat vertrekt. Je bent er al zo aan gehecht dat afscheid heel moeilijk is. Is van een klatsboer. Nee. Dat hoeft niet, hè. Ik vind voor alle echelons van opvoeder dat die vooral moeten klaar zijn met zichzelf. Moeten een persoonlijkheid hebben. Moeten goed weten waar ze mee bezig zijn. Moeten structuur hebben in hun privaat leven. Als het daar holder de bolder is, dan kan het werk niet goed verlopen. Dus een open karakter en in het reinen zijn, met zijn eigen persoonlijkheid, goed weten waar men voor kiest. Het is een boeiend beroep, maar het is een beroep wat altijd aandacht vraagt. Je kunt niet zeggen, vandaag is het niet meer een dag. Je kunt dat hebben, maar je moet dat vergeten. Op die manier vind ik dat een zwaar beroep. Ik vind het een heel aangenaam beroep, waarin je zelf van jezelf heel veel in kan steken. Je krijgt ook heel veel terug van je bewoners. Je hebt toch goed je best gedaan? Huh? Dat is het voornaamste. Ik moet niet altijd willen. Ik heb vorige week nog gezegd. Hè. Ga je mee met de auto spelen? Ja. Ja, even binnen. Gaat je mee binnen met mij? Nee.